Wat de fuck is dat voor geluid, joh? Ik leeuw dat het een beetje spookt hier, hè? Zit hier ergens hieronder. Oh shit, denk ik. We moeten even een bypass maken. En wat je dan krijgt, dan heb je een flow meer over de cv. Ik snap er eerlijk gezegd niks van, maar het zit zo goed komen. Nee, maar dan gaat de pomp steken. Oké, dat is het kwarte verhaal. Geweldig. Nou, lekker rommeltje je boeten. Oeh, wat lekker het hier buiten. Maar ik ben eigenlijk wel naar de markt daar om wat voor de lunch te halen. Ik ga kip halen, denk ik. Kip? Dus je wel? Een hele kip? Bouten, denk ik. Kip en bouten. Bouten? Bouten. Laat maar een bout doen. Hé, hey, is goed. Kom maar. Ja? Ja. Bouten. Nog meer wensen vanaf de markt? Nee. Dit is Idwer. Een Ljouwte topfotograaf. Adventure. 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 Dus was nog adventure op foto, ha? Idwer is the man to be, man to go? The go-to man. Go-to man. Ik zal een pik. Pik. Je lachen, je brik. Op de pikken met dik. Pik of hen? Wat zei ze toen? Pik of hen? Wie zei ze nou, kom ik te wonen, dus ze zei vaak pik. Maar ja, pik zag een jonge hen. Snap je het nog? Nou, ik weet het. Hé? Hen. Hé? Han? Voor wat een kip. Maar hoeveel? 3? Heb je zin in kip? Ik wel. Oké, dan ga ik even. 2 uur geleden al, dus... Twee uur geleden al, ja, ik ben nu gewoon te laat eigenlijk. Ik kom weer te laat naar kak. Nou, opschieten. Geweldig. Ja, het krijgt helemaal niks in het waar. De enige manier dit waar een beetje draad te maken is... om te zien op een mooie Audi hoe de dritten daarop vallen. Voor volle mensen in dit geval merk ik het begin van de vakantie. Goed begin is het halve werk. Leuke shows naar de Friese vlogger. Lekker in de Rijn. Gewoon omdat het lekker is. Zo, die vrouw de Ruttewist is een mooi jongen. Aha, je het best joh. Nou, het is af en toe onwaard het zelf. En werk niet achter het dikke bliksem in slagen. Wat een jas het, hè? Maar ik zie me tevreden, dan krijg ik een KFC-kamer in jou. Wat krijg je? De KFC, een Kentucky Fried Chicken. Ja, ja, oh, is het nou beter dan de KFC? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ik wil eigenlijk van doen om binnenkort een soort van vergelijkend warenonderzoek te doen. Dan heb ik even wat bij de KFC, he, wat drumsticks. Ja. En hier wij, en dan zullen we even testen wat nou eigenlijk ja, wat lekkerder is. He. Je hebt waar de testballon? Ja, ja. Ik word eigenlijk gehoord, maar ik moet op een fiets ook daarheen een maat. Ik denk, ja, dat... Oh ja, dat was het weer. Ik denk, dat doe ik maar net. Mensen, je stinkt op een schuiler, zeer. Lekker schuilen. Geweldig. Hoppakee. Kippen. Geweldig. Die account is hoger dan een ander bureau, zo. Toch? Ik had Eurel opverretten. Wie had Eurel opverretten? Dit is een piek, dus het is alweer voorbij. Maar volgende week dan wil ik even naar de KFC daar. En dan wil ik even de drumsticks van de KFC. Vergelijk je met de drumsticks van Polier van de Bij. En het laatste ook wel een treddenpartij, de Biedwaan Wolle. De vraag is dan alleen van, ja, wij zoeken aan die oren drumsticks bij Helje. Maar bijvoorbeeld bij de Supermerk of bij de Febo. Maar misschien heb je een suggestie, dan jij het graag voor het vergelijkende kippenwaaronderzoek. Geweldig.